Maar de specialiteit, ja, het is wel zo dat op drie keer hebben wij vorig jaar in de halve finale verloren, maar de jaar ervoor en dit jaar hebben wij dus de finale gewonnen. Dat is natuurlijk heel leuk. Ja, ik vind het ook wel overdreven. Vooral ten opzichte van de eerste helft. Ik vond dat we dan toch wel zeker 25 minuten goed meevoetbalden. We kregen dan een goal tegen op stilstaande fase. En ja, het was spijtig, maar ja. En we laten eigenlijk allemaal onze kopjes een beetje zakken. En ja, krijgen we er nog 4 tegen. Dus, ja. Ik weet niet, op het begin van de wedstrijd hadden we gedacht dat het inderdaad moeilijk ging zijn. Maar op zich hebben we dan die golen gemaakt. Dan was het voor ons makkelijker voetballen. Ik denk dat we goed meespelen in de eerste helft. Dat we tot aan het tweede doelpunt behoorlijk in de wedstrijd zaten ook. Het is een ander soort voetbal dat zij brengen. Zij zijn veel lange ballen naar voren. Natuurlijk zijn ze ook de ploeg ervoor. Ze hebben mensen met goede lange bal achteraan en ze hebben goede lopers vooraan. Je mag niet vergeten dat die ploeg 7 internationals telt die starten woensdag in Nederland. Wij hebben heel veel jonge spelers, dus heel veel jong talent. En dan is dat een goede leerschool hier. 5-0 na de rust. Dan kun je kiezen of het wel blijven 2-0 houden en kruip je allemaal achteruit. En dan heb je niks meer aan de match. Of we proberen nog en we proberen en we nog tactisch aangepast ook. Maar goed, dan, als dat nu 3 of 4 of 5-0 maakt, enkel voor de boekjes nog, maar ik denk dat we als Club Brugge wel tonen dat we willen voetballen, kunnen voetballen en dat het enkel een kwestie van tijd is voordat we er gaan uitkomen.